zijn hier vanavond omdat we gaan repeteren. De laatste repetitie van het jaar van het pop-up koor. En dat doen we met alle leden. Dat zijn bijna 50 mensen. En die treffen elkaar vandaag voor de tweede keer echt met z'n allen. We hebben gerepeteerd met elkaar in groepjes van 10. En nu komen we hier met z'n allen tezamen. Zo op de valreep van het oude jaar. En dan gaan we het jaar afsluiten met 2 uur heerlijk zingen met elkaar. Dat het in alles zo leuk zou zijn, dat wist ik niet. Daar had ik geen idee van. Maar dat komt omdat ik natuurlijk een hele andere achtergrond heb. Ik ben zelf nooit, heb ik in een koor gezongen, dus daar weet ik niks van. Maar ik heb wel koortjes gezongen. En ik weet wel wat popmuziek is en hoe je meer stemmig kan zingen. Dus ik had wel een idee van als ik met mensen ga zingen, dan lijkt het me wel heel leuk om popmuziek te zingen. En dan vanuit die benadering gaan we kijken of we er een koor van kunnen maken. En dat is geslaagd. Mensen vinden het leuk en het is ook heel leuk. Ik denk dat het koor heel erg leunt mijn werkwijze op het feit dat ik een muzikant ben. Dus ik kan heel makkelijk vinden, als je met stemmen te maken hebt, van wat een mooie toonsoort is. Ik ben daar heel flexibel in om dingen om te gooien. Ik kan goed vooruit al dingen uitproberen thuis. Ik maak zelf alle muziekbandjes van wat we gaan zingen. Ik ben echt weken bezig met repertoire uit te zoeken. Ik probeer van alles wat te doen. Dus van Bruce Springsteen tot Adele tot Justin Timberlake. En we, volgend jaar gaan we met Justin Bieber. We gaan gewoon nog jonger verder. Dus het is van alles wat. Dus het is niet gebonden aan een stijl. Het is allemaal muziek waarvan ik weet dat iedereen het goed kan zingen. Dus het wordt niet raar of ingewikkeld. Ik heb losgelaten om mensen te labelen dat ze alt of sopraan zijn. Iedereen is mezzo, dus we kunnen allemaal zingen. En de een kan een klein beetje hoger en de ander kan wat makkelijker, wat lager. En gaandeweg in het proces kom je erachter wat bij jou het beste past. Naar een popgeluid. Dus ik zoek net zolang dat iedereen in zijn eigen stem, zo moet je het horen en zien, dat je met je eigen stem kunt zingen. En die eigen stem is grotendeels gewoon, nou, net als wat mijn buurvrouw kan. We zijn met onze zangstem niet zo heel veel verschillend van elkaar. Dus als je dat loslaat, dan zijn we kunnen allemaal zingen. En de ene keer dan denk je, hè, ik kan de tweede stem heel makkelijk onthouden. En hij is wel een tikkie hoger, maar nou ja, ik haal het wel en dan zing je hem gewoon. Het is de onbevangenheid waar ik heel erg naar zoek. Ik vind het ontzettend leuk om mensen te strikken in hun onbevangenheid. Maar er wordt wel wat van je verlangd. Want je moet wel na 20 weken 8 liedjes uit je hoofd kunnen zingen. En de tweede en de derde stem kunnen zingen. Enerzijds mag het best wel een beetje ingewikkeld zijn. Maar het moet wel begrijpelijk aangeboden worden. En dat moet allemaal. Ja, ik moet het zelf zo kunnen vertalen dat iedereen het ook kan zingen. Actually, Margaret, I think passed away yesterday at the age of 70. And her partner Martin Peter has informed the NP News that Margaret had been seriously suffering from a couple of issues, and then as she became known in the 70s as the pop eyes for the group Lucifer. Their most famous song was, I think, House for Sale from around 1975, which is in, of course, the top 2000 every year in the country of Netherlands. And it actually stands at around 1,519 out of 2,000. Yeah.